Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dat is Deetje en wij gaan hier unlimited ontbijt halen. We zijn ons flink aan het uitleven hier. Hoe werkt dit? Oh, dit moet met twee handen dus. Ja, dankjewel Deetje. Ik heb echt de raarste dingen gehaald. Eieren met melk, een worst, een chickenworst, een eitje, hier weer een eitje en lekkere strawberry yoghurt. En Davey heeft heerlijke salm met geitenkaas en een toetje. En een broodje. Oh my god, we staan nu aan de andere kant van de ontbijtzaal en hier heb je echt de lekkerste dingen. Je hebt hier een heerlijke hartjeswaffel. En je hebt hier een heerlijke pancake. En wat zit hieronder? Oh my god. Ik denk dat ik hier eentje van ga nemen. Wow. Oeh. We hebben een poesje die de hele tijd meegaat. Hij volgt ons de hele tijd. Kijk, daar gaat hij weer. Hij blijft de hele tijd trouw bij Deetje. En dan één keer in de 20 meter moet Deetje even aaien. En dan lopen ze weer verder mee. Kijk. Oh. Dit is geweldig. Hier, en dan stopt ze weer even, wil ze weer heel even geaaid worden. Ja, bijna klaar. Ga je mee? Kom maar. En gaan we mee. Briljant. We hebben weer een mooi bedje geclaimd hier bij de 16 plus gedeelte. Ja. We moeten ons wel even cool vinden. We hebben hier even een uurtje genoten van de zon. Maar als je dan even hebt gelegen en hebt gechilled en hebt gezond, dan heb je op een gegeven moment zoiets van, nu moeten we weer wat gaan doen. En dat gaan we ook zeker doen. We zijn namelijk weer in het aquapark hier. En we waren even aan het kijken, helemaal achteraan, wat daar precies is. En wat we hier tegenkomen is echt super vet. Holy shit. Ik ren snel terug om mijn camera te halen en ik ben bijna buiten adem. Maar kijk dan. Oh, toen we hier kwamen... Oh, snel. Kijk, eens een eekhoorn. Een squirrel. Super schattig. En hij kwam vanaf daarboven en hij ging zo net naar beneden, ging hij daar wat drinken. Wow, kijk dan hoe vet hij op die muur loopt. We gaan proberen dichterbij te komen. Oké, heel langzaam. We zijn al best wel dichtbij. Kijk dan hoe bizar. Wow. Parcours eekhoorn, hij is weg. Die eekhoorn die komt echt nog wel terug, want het is hier de hele tijd super rustig. Niemand is hier. Het water is ook 17 graden, dus super koud vergeleken met andere zwembaden. En we waren zo net helemaal in ons eentje. Er zijn net 3 mensen bijgekomen, maar we kunnen gewoon zo vaak van de glijbaan als we willen. Meteen achter elkaar door. En op deze muur kwamen we zo net hele grote salamanders tegen. Heel even kijken of ze hier nog steeds zijn. Kijk, daar zit er een boven. Zien jullie hem? Hij is gek aan het doen. Die is echt super groot. Hij beweegt op en neer. Ik weet niet wat dat precies inhoudt. Als een van jullie kijkers dat weet, laat het achter in de reacties. Yes! Het is zover. Ik ga samen met Deetje van die grote rooien. Ik sta hierboven bij alle glijbanen en welke ik nu wil gaan doen vind ik echt heel erg eng. Het is die glijbaan waar je ingaat, je gaat de bocht naar rechts, naar links, naar rechts en dan naar links en dan kom je in dat ronde gedeelte en dan ga je allemaal rondjes en dan val je op een gegeven moment erin. En die lijkt me zo eng. Vooral omdat die glijbaan hier op het begin echt heel erg smal is en heel donker. Zo ziet de glijbaan eruit. Dit is toch eng om gewoon in zo'n hol te gaan. Maar ik ga het doen. Fucking knolpower. Oh. Oké, let's do this! Oh. 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 Alle vogeltjes zitten hier weer te genieten van een heerlijk croissantje dat is achtergelaten door iemand. Kijk dan hoeveel vogeltjes, hè. Echt super tof. Je kan ook gewoon heel erg dichtbij komen. De glijbanen waren weer super en dan ook echt super tof. Toch, Deetje? Ja. Vond je het eng? Ja, super eng. Ik stond daarna echt gewoon 10 minuten te trillen op mijn benen. En die meneer die ging nog allemaal water tegenhouden zodat we extra hard gingen. Dus dat was echt super tof. We hebben nu heerlijke carpaccio liggen. Deetje ook. En we gaan daar heerlijk van genieten. Hamburgertje voor Enzo en vis en chips voor Day. Dit is wel echt heel erg apart. We komen terug van het lunchen en we zijn weer in onze hotelkamer. Alleen zoals je achter mij ziet is hier een schoonmaakster. Alleen ik moet echt super nodig kakken. Dat is niet normaal, maar ik wil het haar gewoon niet aandoen. Ik wil het haar echt niet aandoen. En het is ook heel erg vreemd dat ze nu gewoon alles van ons aan het opruimen is. Terwijl we dat eigenlijk natuurlijk ook wel zelf kunnen, maar... Oh, dit gordijn, hoe zit het in elkaar? Zo. Alleen het hoort natuurlijk allemaal bij alles wat je hier hebt geboekt. Dus dat is echt heel erg vreemd. Dus Davey zei van, nou ik ga wel even netjes binnen zitten. En ik zo van, ja, oh buiten zitten. Maar ik zo van, ja maar Davey, wat moet ik nu doen? Ja, je houdt me op. En zo, ik zo, oh maar ik moet zo nodig. Dus nu ga ik het ophouden, want ik gun het haar echt niet, die stank. Check deze lucifers. Die zijn gewoon helemaal zwart. Super apart toch? Waar steek je dat aan? Oh hier. Mijn opa en oma hadden dit altijd in de badkamer liggen. Als je dan een grote boodschap had gedaan, dan moest je niet met zo'n spray gaan spuiten. Maar dan moest je een lucifer pakken en dan moest je dit doen. Zo. En dan moest je wachten en wachten. En dan mag je hem in de wc-pot doen. Want dan, ja, ruik je gewoon niet meer echt die poepgeur, maar meer dat lucifer verbrande geur. En dat is echt heel erg lekker. Jij vindt het toch ook zo lekker? Haha. Oh, ik ga maar op deze manier zo. Ik weet niet hoe dat gordijn werkt. Maar even kijken. Oh. Oh nee. Oh, ik ga even tegen haar zeggen. Ik kan het niet meer ophouden. Hello? Can I go to the toilet? Oké. Ja, oké. Nee, it's oké, it's oké. Ja, ik kan naar het toilet gaan. Oh, yes. Oh, dit wordt zo'n opluchting. Ik heb een hele goede strategie gedaan. Wat dan? Ik heb de boodschap gedaan en meteen doorgetrokken. Daardoor stinkt het niet. Okay. Dat is echt een super slimme. Dus echt, mevrouw die aan het schoonmaken is, je bent echt een heldin. Ik hou van je en sorry als je ook maar iets ruikt. Zullen we maar snel naar het strand gaan? We gaan naar het strand. Zeker wordt het awkward anders. Eventjes wat handdoekjes pakken. En dan gaan we weer heerlijk in een van deze eieren zitten. Even lachen voor de video day. Dit is een vakantievideo. Het is heel leuk op vakantie. Ik stond vroeger altijd huilend op vakantiefoto's en video's. Serieus? Ik wou net op de foto. Wat ben je aan het doen, Day? Ja, er was hier geen Instagram point, maar ik moest toch even een foto maken. Dus ik gebruik Enzo's voet nu als standaard. En zo, timer aan. Vlaggen. Klaar. En je hebt de ideale foto. Ja. Day en ik hadden natuurlijk foto's gezien voordat we naar dit resort gingen. En toen zagen wij foto's van deze prachtige baden hier in het midden van het resort. Het is echt super mooi, maar het schijnt dus zo te zijn dat je hier niet zomaar mag zwemmen. Je hebt daarachter, of daar tussen die jungle, wel hutjes zitten. Hier 3 en daarnaast 3. Alleen die zijn blijkbaar gesloten, want voor... Hier in Turkije is het nu winter, dus het winterseizoen is gestart en dan zijn die dicht en nog een paar andere kleine dingetjes zijn dicht. Maar het schijnt zo te zijn dat hier een binnenzwembad zit En Davey is al over het bosje gesprongen. 1, 2. Hoppakee. Ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje chill is. Holy shit. Oh my god. Check hoe dit eruit ziet. Dit is hemel. Hemel binnen. Een mooi zwembad. Ze hebben rekening gehouden met jou. Dit is zo'n huisje waar je in kan zitten. Oh mijn god. Je hebt je zonnebril nog op, juist. Ja, die kwam op dicht. Wow. Lekker man. Dit is zo ziek, joh. Het water valt hier gewoon overheen. En als ik zo doe, komt het nog meer. Wow. Oké, hier gaan we echt wel even chillen. Is toch wel echt het lekkerst, want die is zo ongelooflijk warm, 29 graden. En alle andere zwembaden buiten die zijn 18 graden. Nu ben ik weer bij een hele mooie plek waar je allemaal lekkere spulletjes kan halen. Halleluja. Hallo. 3 red ones. 3 raspberry. Yes please. Oh no, 4. Yes. And 1 this. Yes. Thank you. Bye bye. Kijk eens aan, die vrouw is zo lief. Dat is serieus de liefste vrouw van heel het resort hier. Ze is altijd vriendelijk, altijd helemaal lachen en helemaal verlegen. En dan geven Dee en ik haar complimentje van you're so nice. En dan helemaal hihihi. Dat is echt super schattig. Ik heb weer wat lekkers gepakt. Dee die is alvast weer naar het zwembad gegaan. Een zwembad van 16+, daar is het zo rustig en relaxed. Dan gaan we nog even opdrogen. Jullie mogen mij trouwens echt keihard uitleggen voor mijn Engels hoor. Het is echt verschrikkelijk. Het is zo dat ik eerder altijd heel erg veel games speelde. En toen speelde ik alleen maar met mensen uit het buitenland. Dus toen praatte ik elke dag Engels. En toen kon ik het ook echt goed. Maar omdat ik het al heel erg lang niet elke dag heb gedaan, is mijn Engels gewoon slecht. En als ik nu gewoon tegen jullie aan het praten ben en ik zeg van I can talk English. My name is Enzo Knol. I'm 22 years old and I live in the Netherlands. And everything is fine. Are you okay? Dan kan ik wel redelijk Engels praten. Maar als ik dan serieus met iemand in gesprek opeens ben, zomaar, en ik moet wat zeggen, dan yes, 3 please. Dan het echt... Wauw, ik schaam me dood. Het is echt verschrikkelijk. Ik praat heel erg Engels op een Nederlandse manier. Dat is het. Alleen weet je wat het belangrijkste is voor alle mensen die ook zo Engels praten als ik? Dat het verstaanbaar is. En dat is het. Hey babe, kijk eens. Hoppakee. Gordijntje opzij, deur open. En het uitzicht blijft gewoon echt geweldig hier. En ik ben niet de enige die dat vindt. Kijk, even een fotootje ervan maken. Mevrouw, moet je horen naar Deet. Oh, oeps. Het is echt super mooi hier. Het ruikt hier wel vreemd. Vanavond gaan Deetje en ik gewoon uit eten met z'n tweetjes. En dat wordt super cool. Dus ik ga me even scheren, want ik wil er wel even helemaal fris en fruitig uitzien. Nu zie ik er denk ik wel fris en fruitig uit. Een overhemdje aangedaan, heerlijk gladjes en een kort broekje met mijn favoriete All-Stars. Ik vind wit toch echt de allermooiste kleur. Maar het wordt weer snel vies. Oh shit, ik heb de verantwoordelijkheid van het pasje. En die ben ik nu gewoon vergeten. Alweer. Eerder was ik hem kwijtgeraakt, dus toen ik ging zwemmen, toen had ik hem in mijn constant gedaan. Maar oh ja, weet je wat heel erg grappig is? Kijk, let op hè. Ik doe het pasje, doe ik heel erg vaak dan in mijn kontzak. En als we dan de hotelkamer in willen, hoef ik alleen maar even dit te doen. Oh shit. Holy shit. Oh, dat ging niet goed. Kijk, die knoop. Heb je nou een knoop eraf gesloopt? Oh shit. Oh, dat was van mijn kontzak. Maar wat ik wilde laten zien... Zo handig. Hij is open. Oh, ja. Nee, laten we dat iedere keer gebruiken. Ik vind dat echt een goed idee. En nu is het nog een post. Dee, waar gaan wij heen? Of waar neem ik jou mee naartoe? Oh, neem je mij mee uit eten? Ja, ik neem jou mee uit eten. Haak in. Nee, jij moet andersom, schat. Oh, zo. Oh, ook goed. Haak in. Wij gaan... naar de Chinees. Yeah. Hier gaan we sowieso nog één keertje heen. De fitnessstudio. Maar dan gaan we daar gewoon naar huis, man. Je hebt echt te veel plannen. Nee, we gaan nog fitnessen. We hebben Pinkie gedaan in de vlog. Oh, kijk dan hoe mooi. Wauw, we hebben een plekje gekregen bij het aanrecht, of bij de keuken eigenlijk. Ja. En het enige wat we zien, ja, ik kom er niet helemaal uit, is sushi. En we hebben daar niet echt een hekel aan, maar we vinden het gewoon echt niet lekker. Dus ik zit een beetje zo van... oeps. We moeten het doen. Ik vind dat we gewoon alles moeten proberen. Ja, ik ook. Maar wat als eerst? Ik denk dat ik wel met mensen vork ga eten. Is dat erg? Nee, want gelukkig hebben we die ook gekregen voor mensen zoals jij. Oké. Nou, ik ga beginnen met dit, want dit ziet er het veiligst uit. Oh, dat ziet er wel een beetje uit als zalm. Ja, dat is het denk ik wel. Oh yeah. Safe. Safe? Oh. Oké, nice. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon al in. Nee. Jawel, ik ga al in. Ik heb mensen dit een keer zien doen met stokjes. En dan pakken ze met die stokjes dit, maar dat doe ik dan even met mijn vingers, want ik kan dat niet en ik heb geen stokjes. Oh wacht, ik heb stokjes. Ik ga het met stokjes doen. Oh ja, deze moet ik eigenlijk uit elkaar halen, maar het is... Oh, ik heb ze uit elkaar. Kijk, dit kan ik hè. Kijk. Je moet hem eerst in de sojasaus doen. Ja. Oké, daar ga ik. Ik ga al in. Doe normaal. Ik doe het echt niet expres. Slik door, slik maar door. Even serieus, zo slecht is deze nog niet. Nee? Nee, echt niet. Oké, dan ga ik het ook op. Ik denk dat alle sushi die wij ooit hebben gehad echt van verkeerde plekken kwamen. Maar dit valt echt heel erg mee. Oké. We gaan alweer next level. Oh, dat ik dit gewoon kan hé. Dat ik dit gewoon kan. Wat? Ik kan het gewoon niet geloven. Oh, een beetje hierin. Thank you. Ni hao. Dat betekent toch hallo? Ja. Ja toch? Ja. Ja, dat zit gewoon goed. Hey. Deetje die hoopt heel erg dat we nog een soort van menukaart krijgen, zodat we een paar dingen kunnen bestellen. Ja, sushi is echt niet mijn ding. En ik probeer alles te eten en tot nu toe valt het echt heel erg mee. Ja, ik vind het ook niet, helemaal niet vies of zo en als ik het moet eten, eet ik het ook wel. Maar het is nou niet dat ik een gat in de lucht spring. Nee, het is niet dat je bij heel veel mensen voelt, oh sushi is the best thing ever, wow. Ik vind het wel ontzettend gaaf dat ik gewoon met die stokjes overweg kan. Ik weet niet of ik het goed doe, maar... Het lukt me wel. Oké, daar gaan we weer. Al in gewoon. Geen idee wat het is. In de sojasaus. Zie je? Valt eigenlijk heel erg mee. Kijk trouwens hoe dat mes daarop staat. We hebben dit plankje vol met sushi op. We hebben een salade, we hadden soep en ja, voor de rest niks op het bord. Maar dat was het. En wij zijn heel erg benieuwd of dit het nu ook echt is. Ik zie een nieuw bord sushi, dus ik ben bang dat we weer sushi krijgen. Dat vind ik op zich niet zo erg. Deze man. Wij houden deze man goed in de gaten. En Dee, dit ga jij leuk vinden, ik weet het zeker. Er is nog hoop, lief schat. Ze hebben net deze plaat aangezet, hij heeft er wat olie op geflikkerd. We hebben sausjes gekregen. Ja, en dit belooft nog wat hoor. Okay, by the way, welcome to Azori shop. My name is Orlando. Orlando? I will be your chef tonight. I will just confirm again the order. You will gonna have the chicken with shrimps, madam. Yes. Beef with shrimps for you, sir. Yeah. Okay, ready? Let's go. Okay, up and down. We are. Woo. Helicopter from Matsuya. Wow. Hoho. It's hard to cook with Johnson, baby. Deze man is knettergek. Hij is gevaarlijk. Holy shit. Je moet door je bord leeg eten, anders komt hij pakken. Holy shit. Oh, wow. That's a little backward. He is fire. Oh, dat is warm. Yeah. Dat was zo warm. Wow. Mijn wenkbrauwen die voeten eruit. Hey! Deze man is echt een held. Dit is echt entertainend gewoon. Ja. Dit is echt niet normaal. Deze man is echt super grappig. Het blijft gewoon grappig ook. And Davey. Ma'am, it's yours. Thank you. And for you, madam. Thank you. Oh yeah. Kijk dan wat hij voor ons heeft gemaakt. Ik hoop dat je het echt super lekker vindt. Yeah. Ik vind niet alles helemaal heel erg lekker, zoals deze ja, soort van groene groentesoort. Alleen ik eet het wel op puur uit respect voor deze man die gewoon echt ons zwaar aan het entertainen is. Echt een held gewoon. Let op wat hij nu gaat doen, hè? Let op. Dat ziet er echt zeer goed uit. En nu heb ik hier garnaal. Deze biefstuk ziet er echt goddelijk uit. Heel even proeven of hij ook echt goddelijk is. Wauw. Hier kan ik zo van genieten. Dit vind je wel beter dan sushi, toch? Wow. Oh, hij liet hem gewoon vallen. I go anyway. No? Right. Oh! Oh! Zo! Wat een baas! Niet normaal. Hij schrijft serieus I love you met eten. You have to say I love you, madam, no? I love you. I love you, please. No more, I close my eyes. Yeah! This love is with fire. En ik geloof als laatste hebben we een heerlijke portie nasi. Eventjes serieus, ik kom hier in de toilet. En dit is gewoon zo groot en zo luxe. Ongelooflijk. Ik ga er even weer uit en dan ga ik er opnieuw in. Dit moeten jullie echt met mij meemaken. Oké, dan gaan we naar de toilet, hè. Wow. Alle wasbakken hier. 4 stuks. Hier de handdoeken, super mooi opgevouwen. En dit is gewoon één handdoek voor 1 persoon, hè. Als je hem dan hebt gebruikt, dan gooi je hem hier gewoon weg. Absurd, echt heel absurd. En dan gaan we hier naar de toiletten zelf. Hier alle staande toilets. Of toiletten, hoe je het wil zeggen. En hier gewoon de toiletten. Echt gewoon niet normaal. Wat? Het Chinese restaurant was echt super awesome. Die kerel is echt nogmaals voor de zoveelste keer een super grote held. We zitten nu heerlijk hier met z'n niet tweetjes, maar drietjes. Kijk dan. Ik heb weer een baby op schoot. Oh. Dit is al een hele oude baby. Een hele oude baby. Maar die vindt mijn vest heel lekker. Oh, wat ga je doen? Ze deed het soort van te graven of zo. Ja, heel gek. Kijk. En het hele scherpe nagels, dus af en toe gaat hij door mijn vet en mijn vel. Wel super gezellig zo. Met een warmtelamp, dat scheelt wel, want het is best wel koud nu s'avonds. Ja, het is ongeveer 15 graden. Dus je kan wel je kort oplopen, maar wel een flesje aan. Ik bedoel, klagen mogen we helemaal niet natuurlijk als we kijken naar wat voor weer het is in Nederland. Sorry. Oh, geeft hij jou een lekkere massage? Ik snap er helemaal niks van. Het is wel acupunctuur, want het zijn wel met naaltjes. Poes. 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 Hij vindt het gewoon lekker bij jou. Ja, ik niet zo bij hem. Ja, lekker ding. Maar ik snap ook niet wat hij nou aan het doen is. Ik heb ook geen idee, maar ik vind hem wel lief. Volgens mij is het erop aan het bijten of zo hoor. 3 Schrik jij van een frikandel? Oh, je gaat op mijn laptop liggen. Oh shit. Oh, ik dacht dat ik op al die lekkere chocolaatjes ging liggen. Oh, dus ik was bang dat mijn hele rug kon. Dat vind je erger. Vandaag was echt een super toffe dag. Dus we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie het heel erg tof. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen voor deze gave zonnige vlogs. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knolpower.